een week. Ja, natuurlijk een week. Het is elke week een week. Wat is er nou voor, wat slaat er nou op een week? Nou, je vraagt, is dat nee, gewoon ik vraag dat niet, ik zeg dat gewoon. Dat zeg ik niet, ik zeg gewoon. Lachen. Dat is weer, we zijn met de Dik voor elkaar show, oftewel de Dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Ja. Nou, we gaan er weer stevig tegenaan, we zitten weer nokkie, nokkie, nokkie. Ja, wat staat er weer een grote boodschappentas op de gang. Dus het lijkt mij gelijk leuk, ik heb een belangrijke mededeling al aan het begin van het programma. Hey Dik. Hé? Hey Dik. Hey Dik? Ja. Ik zit midden in een annonce. Oh, je gaat mij toch niet onderbreken met ik dacht dat je klaar was. Mensen zitten ademloos naar mij te luisteren. Dan ga je toch niet dwars geven. Dat begrijp ik nou niet. Hè? Elk radioprogramma in Hilversum gaat hup gewoon van de kant af. Jij komt er altijd dwars doorheen. Ik denk, ik zeg even het wat. Grote, is toch niemand die... Nou, even, is het weer belangrijk? Nou, is er wat gebeurd? Programma stoppen, mensen. De Groot hebben een belangrijke mededeling. Wat is er? Ik ken een raadsel. Ik ken een raadsel. Ik ga er niet mijn hele aandeel onderbreken voor een raadsel. Nou, heb ik een raadsel, Dubiek? Nee, maar ik begrijp dacht dat nou niet. Dat is toch raar? Niemand zit daar toch op te wachten. Iedereen zit ademloos naar mij te luisteren. Zo'n leuk raadsel. Ik kan het bijna niet vertellen. Zo leuk is het. Oké, nou, even snel dan. We kunnen het maar gehad hebben. Anders houden we dat de hele uitzending. Kom op, wat is het dan voor flauwekul? Moet je opletten. Het is blauw. Blauw. En het weegt bijna niks. Het weegt niks. Nou, wat is het? Lichtblauw. Lichtblauw. Ja, lichtblauw. Ja. Het is zo flauw, De Groot. Denk je dat nou iemand thuis zegt, jongen zegt, dat hebben we gelachen. Denk je dat daar nou iemand op zit te wachten, ben je zeg, flauwekul, het is blauw. Vind je hem niet leuk? Nee, natuurlijk niet. Nou, gauw vergeten mensen, we gaan gauw door met het programma. Oh, maar dan ken ik hem beter. Dat hoeft niet, wacht dat even. Is niet nodig. Er heeft niemand gevraagd om een betere. Stond er iemand op in de zaal die zei, heb ik een betere? Dat hoeft niet. Het is wit. Gaat gewoon door. Wit en je kan het weggooien. Wat is dat dan weer? Gebroken wit. Nou is het klaar. Mensen, we gaan gauw beginnen met... Wordt geklopt op de deur. Ja, dan komt dat binnen. Ja. Goedemorgen, mensen. Ome Joop. Had ook wel iets eerder van huis kunnen komen. We zijn al een kwartier bezig met het programma. Ik kon niet eerder weg, mensen, want er zat er eentje dwars. Ome Joop, we zitten midden in een radioprogramma. Mensen zitten thuis met een boterhammetje. Zit er eentje dwars, mensen. Ik begrijp dat nou, het is zo onsmakelijk. De mensen thuis willen dat toch allemaal niet horen. Wat heeft het nou voor nut allemaal? Zeg, Romeo. Ja, wat is er, joh? Ik ben blij dat ik u zie. Nou, dat kan ik van jou niet zeggen, joh. Ik heb een brief voor u gekregen. Een brief van mij? Van Annelies. Wat is dat nou? Wat doe je nou weer met een brief van oma Joop? Dat heb ik gekregen. Ja, maar die had het opengemaakt. Het groot, wat is dat nou? Ik lees hem even voor. Dat is een leuke brief. Ja. Beste oma Joop. Ja, wat is er, joh? Ik heb een kat. Heb je een kat? Nee, kat? Nee, ik heb geen kat. Je zegt ik heb een kat? Nee, ik lees voor. Heb je geen kat? Nee, ik heb geen zelf. Vind je het zelf ook niet raar? Wel, ik lees... Dat je zegt ik heb een kat en jij hebt geen kat. We hebben... We hebben goed bij je hoofd al op een zon. Het gaat de deur nou weer. Ik begrijp, we zitten nog in een radioprogramma. Goedemorgen! Beb en Toos. Ja, daar zijn we. Daar zijn we. Dat is altijd voor een beetje laat. Ja, we hadden pech met de auto. We konden er niks aan doen, maar de pech aan met de auto. We konden het niet vinden. Nee, we konden het niet vinden. Hoezo niet? Mijn tom was maar hem gelopen. Oh, ja. Hoe kan dat? Ik had hem tussen mijn benen gedaan. Ja. Vlammen sloegen eruit. Ja. Mensen, dat hoeft er niet bij. Niemand is geïnteresseerd wat er tussen de benen van Beb en Toos. Nou, maar we hebben wel gelachen, hoor. Ja, we hebben zo gelachen. Ja, dat zal dan wel. Ja, wat was het ook een raadsel? Ja. We hadden een gelukkige raadsel. Hij nou niet weer een raadsel. Nou, hij heel leuk. Oh, ja, hoe ging die ook alweer, Toos? Het is geel. Oh ja, het is en heel vrolijk. En heel vrolijk. Ja. Ja. Nou, wat is het? Vanillevla. Weet je, dan heb ik er ook een. Het is bruin, het maakt een hoop lawaai. Het heeft het programma niet nodig. Het heeft het programma niet nodig. Het is groen en het vreet batterijen. Gaat maar door, ook. Krokodil. Ja, gaan we nou door met het programma of hoe zit het? Sorry. Gek van de gedoe allemaal. Beste ome Joop. Ja, wat is er nou, joh? Wat is er nou, joh? Dat was de verkeerde stem. Ja, het was de verkeerde stem. Kom op,
Kom op dan. Beste Albert Jan. Ja, wat is er nou, joh? Ik heb een kat. Toch? En dan zei je dat je geen kat had. Ik heb ook geen kat. Waarom zeg je dan steeds dat je een kat hebt? Ik lees voor. Ik heb zelf een hond. Toch! Ja, wat is er, Ben? Meneer de Groot heeft een hond. Oh, ja, heeft hij een hond? Ik hoor het net van hem. Wat voor hond heeft hij? Ik weet het niet. Vraag het hem zelf. Je zit er dichterbij dan ik. Oh, ja. Meneer de Groot, wat voor hond heeft u? Ik heb een Tibetaanse hufter. Oh, die zijn zo schattig, hè? Ja, die kan eens zo lekker liggen, hè? Ja, Ben, zo hoog maar waar, het is genoeg. Maar die van mij heeft geen staart, hoor. Heeft hij geen staart? Nee. Hoe kun je dan zien dat hij blij is? Nou, gewoon, dan stopt hij met bijten. Oh. Wie nou weer op die deur? Daar is de koffie! Lekker, Harry, nacht! Ik ga uit. Ja, maar dan chaos allemaal weer met die kop dus over de grond. Ik ga wel even nieuwe zetten. Ja, ga weg hier met je rommel, ga nieuwe zetten. Deur dicht. Zeg, had ik al verteld hoe gehoorzaam mijn hond is? Zulke kleine oortjes, hè? Ja, kleine dan zit hij achter in de zaal, hè? En dan roep ik, Bello, hier! Oh, nou, en daar komt hij. Niet. Daar komt hij niet. Waarom komt hij dan niet? Omdat hij geen Bello heeft. Omdat hij geen... Ik word er nou gek van, ben je het al afgelopen? Zijn we er nou doorheen of hoe zit het? Beste ome Joop. Ja, wat is er nou, joh? Ik heb een kat. Ja. Die doet het altijd 10 centimeter naast de bak. Oh. Wat kan ik hier aan doen? Dan moet je de bak 10 centimeter opschuiven. Ik ben bezig, zitten midden in een analyse. Ja, dames en heren, u gaat weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de 30 seconden van meneer De Groot. Hallo fans, hier is meneer De Groot. En uit gaat de radio in het hele land. Denk je? Ja, je denkt dan niet dat iemand thuis zegt, zet hem eens harder, dan heb je die oem. Nou, ik mag hem anders graag horen, nou, meneer anders de Groot. Ik wel. Ik vind hem ook ik zet de radio harder. Ik noteer alle uitzendingen. Ja. Ik heb ze allemaal downgeloopt. Downgeloopt? Ik heb ze allemaal downgeloopt, ja. Downgeloopt? Ik heb een harde schijf. Heb jij een harde schijf? Wat voor harde schijf heb je? Een keiharde. Heb jij geen harde schijf? Nee, ik heb een staafmixer. 3 snelheden. De Groot. Er komt, ik heb een stunt, let even op. Wat is er nou voor stunt? We zitten niet te wachten op een stunt, De Groot. Wacht even. Wat ga je nou doen? Wat is dat dan? Wat is dat ik heb dan? Een plaat ontdekt van mijn broer. Een plaat van je broer? Ja, die ga ik even opzetten. We hebben geen zin in. Dat is zo... Kijk uit voor het naaldje. Wacht wel even. Hij staat in een etiket! Oh. Draai er nog een groefje bij, ja? Sorry. Lachelijk, hij kan er niet eens een plaat op zetten, halve zool. Probleempje. Wat is er dan voor probleempje? Naaldje is afgebroken. Ja, dat is dan een geluk bij een ongeluk. Ja. Dan gaat die hele flauwekul nu door met die broer. Dan kunnen we lekker verder met het programma, want we hebben nog een hele belangrijke gast in. Ik heb wel een idee. De Groot is zit midden in een annonce. Dan doet hij hem live. Wat doet hij live? Wie doet er wat? Wat? Mijn broer. Mijn broer? Ja, dan roep ik hem even. Is die broer hier? Is dat die broer? Oh, wat een charmante persoonlijkheid, Toos. Kijk eens, wat een charmante persoonlijkheid. Mensen hebben botten niet opgewonden. Die man ziet er toch niet uit. Ik heb er geen zin in. De Groot is... Ik ga het programma afsluiten. Ik stop ermee, ik ga naar huis. Nou, wij blijven even luisteren. Goedemiddag. Je gaat echt wat mis. Ik ga zo ver met je mee, voor elkaar. Ja, ga maar mee, Owe. Dan ga je mee rijden. Wat een gedoe. Wacht even, dan laat ik er nog eentje achter. Hoppa.